Michael is de neef van de omgekomen Roberto Campagne. Hij kreeg van zijn 51-jarige tante, de vrouw van het slachtoffer en haar 22-jarige zoon te horen dat een ruzie in de woning compleet uit de hand liep. Ja, hoe hun het aan mij vertelde, was het een struggle, in een, in een gevecht. Zeg maar. uh, vervolgens uh, wordt er een schot gelost. Ga mijn uh, neef naar mijn kleine neefjes kamer toe, zeg dat hij uh, in de kamer moet blijven. Uh, hij verdwijnt en uh, vervolgens worden er meer schoten gelost. En dat is tot nu toe het verhaal dat ik weet. Ja, wat ik wel uh, ja, eraan toe kan vo voegen is dat mijn oom meerdere malen in zijn gezicht is geraakt. Uh, wat voor ons ook extra moeilijk was voor de familie, omdat we gewoon geen afscheid van hem konden nemen op, op een manier dat wij wilden. Want uh, ja, de kist moest gewoon gesloten blijven. Volgens de verdachten zou campagne een gevaar geweest zijn en handelde ze uit zelfverdediging. Maar Michael gelooft dat niet helemaal. Ja, je oom was gewelddadig en ja, het was of je oom en het hele gezin of dat soort dingen. En dat weet je, ik, dat, is gewoon, dat is gewoon één ding wat niet zo is. En dat kunnen vele mensen beamen. Weet je, weet je. Nogmaals, uh, mijn oom uh, had ook zijn, uh, moet je het zeggen? ook zijn gebreken. Maar om te zeggen dat hij zo slecht was. om op zo'n brute manier. afgeslacht te worden. en dan vervolgens een paar dagen in de gang te laten liggen. in zeil ingetaapt. alsof het een dier is. of wat dan ook. Zelfs een dier verdient dat niet, in mijn ogen. In plaats van het incident te melden aan de politie. besluiten de vrouw en haar zoon het lichaam in een zeil te wikkelen. zegt Michael. En ze vragen volgens hem verschillende partijen. om het lichaam kwijt te maken. ze hebben andere mensen benaderd. maar kijk, weet je wat is. Dus, uh, dat hebben ze mij alleen verteld. Van, hé, we hebben eerst een andere mensen benaderd. Dat is ook de reden waarom die zo lang in de gang heeft gelegen. Mensen hebben waarschijnlijk beloftes gemaakt die ze niet na konden komen. Mm, achteraf gezien dank ik God dat ze naar mij zijn gekomen. Want anders was het iemand anders die mijn oma had opgeruimd. Dan was er vandaag een probleem natuurlijk. Dan had je het lichaam niet. Had ik het lichaam niet. Had ik, diegene, ik had diegene 100% gevonden. Ja. Vroeg of laat, al duurt het 1 of 2 of 10 jaar. Ja, en dan was, het, dan was het afgelopen. Begrijp je? Dan, dan, zit ik, dan had ik ook weer vastgezeten voor uh, Jan Doedel. Zover komt het niet. Uiteindelijk wordt ook Michael benaderd door zijn tante. En ze vraagt hem om te helpen om het lichaam te verbergen. Ze zou hem daarvoor geld hebben geboden. Michael twijfelt in eerste instantie omdat hij zijn familie niet wil afvallen. Moet ik jullie helpen of moet ik jullie niet helpen? Weet je? En. En um, uiteindelijk kwam ik tot de bezinning, dacht ik van nee. Weet je, hoe, hoe? Hoe moet ik mijn eigen oom, mijn eigen bloed, de man die had voor mij gezorgd, had voor mij klaarstond? Weet je, ongeacht wat dan ook. Wat wij ook wel eens, we hebben ook wel eens oneenigheden gehad, ik en mijn oom. Begrijp je? Maar uh, dat neemt niet weg, ga ik niet van hem hou, dat ik hem zomaar eventjes ergens in stukjes hakken in de bosjes ga dumpen. Zo werkt het niet. En ik hou helemaal niet van dat vrouwen slaan en die dingen dat. Ja? Dus als ze een schot hadden gelost en mijn oom was gewond en het verhaal klopte zoals ze het zeggen, dat mijn oom gewoon een probleem met mij nog had. Ja? maar dat doe je gewoon niet. Maar het hele verhaaltje valt voor mij gewoon weg op het moment dat je een schot lost en daarna nog maar een paar schoten lost. En dan vervolgens gaat intapen alsof je. En ook nog super professioneel. Ja. Prachtig mooi ingetaped en, en dan nog een paar dagen. Nee. En dan dagen later liggen in de, in de, in de gang. Kom op. Snap je? Dat, dat, dat is een beetje het punt waarvan ik denk: hé, hey, daar gaan we te ver. Het is nog heel onduidelijk hoe dat wapen en waar het wapen vandaan is gekomen. Ja. Dus als jij zegt: het is zelfverdediging. Dan was het één schot genoeg en dan hadden jullie gewoon de politie moeten bellen ja En had de politie het opgelost, was je ook de gevangenis in gegaan. Maar niet op zo'n manier als nu. Snap je? Nu ga je de gevangenis in van. hé, hey, je hebt je, je, je vader vermoord je, of je man vermoord, ja. En je hebt hem vervolgens ingetaped en weet ik wel allemaal CSI-achtige bedoelingen eromheen gemaakt. Waardoor ik en de familie vraag tegen kunnen gaan, gaan krijgen van. Hey, of, en ook de vrienden, de kennissen, de familiekring, snap je? Allemaal waardoor we vraagtekens krijgen. Dus wat je net zei al, van wat als er wel een schot was gelost ze hadden de politie gebeld, wat had je dan gedaan? Dan hadden we haar gesteund. Hoewel hij een moeizame relatie heeft met de politie, hij heeft al een aantal keer gezeten, besluit Michael de zaak toch te melden. En uiteindelijk kent het verhaal alleen maar verliezers, zegt hij. De grootste slachtoffer in het hele verhaal is mijn kleine neefje. Waarom? Hij is niet alleen zijn vader kwijt, hij is, Grote broer kwijt en hij is zijn moeder kwijt. Zijn moeder die hem die, die, die elke dag bijstond. Snap je?